Voordat we beginnen, vind je deze podcast leuk en luister je elke week? Doe ons dan nu een groot plezier en geef ons 5 sterren in Apple Podcast. Laat een leuk berichtje achter en dan kunnen wij deze podcast nog lang blijven maken. Dankjewel. Niet waar, die man heeft moed getoond en belangrijke dingen gedaan en vervolgens wordt hij op straat neergeschoten. Hij heeft kennelijk wel bewust dat risico genomen. Net zo goed als Theo van Gogh. Ja, die dacht ik, dat gaat niet gebeuren, want waarom zou ik... Ik ben toch een beetje de dorpsgek, zei hij altijd. Ja. Waarom zou dat mij overkomen? Maar het is hem wel overkomen. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Nou, veel te bespreken in deze aflevering. Gisteren weer een persconferentie met nieuwe maatregelen, want de besmettingen die lopen op. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Uiteraard hebben we het over Peter R. de Vries. En we zijn nog steeds bezig met ons blokje over de Nederlandse minister-presidenten. Onze reeks, kan ik beter zeggen. We zijn gebleven in het jaar 1977 en daar gaan we zo meteen verder. Maar eerst zie ik het parkeerwagentje weer hier door de straat rijden. Het karretje rijdt voortdurend hier rond, maar dan rijdt hij daarna 3 maanden niet rond. En dat heeft vergaande effecten. En bovendien is natuurlijk dat rondrijden is heel aardig, maar die geparkeerde auto's staan er. En veel vuil ligt achter of onder geparkeerde auto. Kijk, ik heb weer een... Maar iemand zei me laatst, je moet een appje op je telefoon zetten. Ja. En dan, als je daar dan op drukt, dan gaat hij automatisch aan. Dus hoef je niet steeds naar dat ding toe te lopen. Zo. Dat is handig, toch? Is ongelooflijk. Ja, ik moet sowieso nog eens zo'n parkeer-app op mijn telefoon zetten. Ja, dat is het dus. Ik weet niet hoe het heet. Park Mobile, dat was het. Ja, want dan kun je, er staat op al die meters ook een telefoonnummer wat je kunt bellen. Hè? Je moet ook niet vergeten om het af te bellen, want anders krijg je dus een... Maar dat is, moet je toch niet bellen, hè? Volgens mij kun je bellen, dat is ook mogelijk. Dus hoef je daar helemaal niet naartoe. Oh, ik dacht dat het gewoon een appje was, dat het echt een app is. Ik heb allerlei kennissen die bellen op dat ze dus bij dat punt staan. En dan moet je aan het eind van het parkeren bel je weer op. En dan waarschijnlijk is het allemaal geautomatiseerd. Oh, wat grappig. Dat is een beetje zoals je vroeger een telefoonnummer kon bellen voor de tijd. 003 was dat, ja. En dan krijg je dus de atoomtijd die kreeg te horen. Dat was op zichzelf al aardig. Dat is afgeschaft. En dan moet ik zeggen dat natuurlijk tegenwoordig geeft iedereen een smartphone of een computer. En die klokken lopen volgens mij zeer nauwkeurig. Geen atoomtijd alleen en... Voor sommige doeleinden is een heel, heel nauwkeurige klok noodzakelijk. Hebben ze niet laatst nog een uniek nauwkeurige klok? Weet, dat zijn volgens mij een soort van kristallen die trillen in een vast ritme. Hebben ze in een baan om de aarde gebracht. Dat het ook nuttig is voor... Hè, want dat is een hele wonderlijke zaak dat bij de relativiteitstheorie veel mensen natuurlijk gezegd hebben... Wat heb je eraan? Dat is allemaal onzin, beslotverrekening. Maar nu we dus met die satellieten zijn begonnen en onze elektronische signalen hele complexe routes volgen, zijn die, juist die effecten die ook door de relativiteitstheorie worden beschreven of voorspeld, die blijken wel degelijk een rol van betekenis te spelen. Hmm. Zo zie je dat dingen dus lang worden uitgevonden, eigenlijk lang voordat ze tenslotte blijken enorm nuttig te zijn, omdat ze iets leren over de wereld wat je eigenlijk niet wist. Heeft wat jaren nodig en dan kom je erachter. Ja. Wat was er dan 003 de tijd? En dan was er ook nog 004 of zo? Dan kon je een adres... Dat heb ik nooit gebeld. Maar ik heb wel een tijd gehad dat ik mijn enige regelmaat 003 belde. Maar ik heb overigens 2 prima wekkertjes die al jarenlang met nauwelijks batterijkosten de tijd prima aangeven. Op zich best wel opvallend dat je een nummer kunt bellen voor de tijd. Ja. Ja, nu het is overbodig geworden, zoals allerlei dingen natuurlijk overbodig zijn geworden. Ja. En dan worden ze vaak vergeten en dan moet tenslotte iemand een leuk wetenschappelijk artikel schrijven over verdwenen telefoonnummers. He? Ja. Waar zullen we mee beginnen? Wat je maar wil. Ja, er zijn dingen die besproken moeten worden onvermijdelijkerwijs zonder dat we er eigenlijk iets belangrijks over kunnen zeggen. Ja, dan doe je denk ik op Peter R. de Vries. Dan denk ik, bedoel ik op Peter R. de Vries. Dat is een drama. Niet waar, die man heeft moed getoond en belangrijke dingen gedaan en vervolgens wordt hij op straat neergeschoten. Hoe het met hem is medisch, dat weten we helemaal niet. Je denkt ook al gauw aan die grote zaak tegen die Taghi. Maar daarvan is niets bewezen, dus we zullen alles af moeten wachten hoe het uiteindelijk in elkaar blijkt te zitten. Ja. Nog maar afwachten of de arrestanten die ze gearresteerd hebben ook daadwerkelijk die daad verricht hebben. Kortom, het is vooral onzekerheid. En dan krijg je dat rare nieuwsverschijnsel
Dat we dagenlang praten over een nieuwsfeit waar geen nieuws over is. Zodat we alsmaar moeten herhalen dat er eigenlijk geen nieuws is. Exact. Dus ja, wij kunnen ook niet anders doen dan herhalen dat er geen nieuws is. En dat ze zullen moeten afwachten wat het onderzoek oplevert. En dat we moeten hopen dat hij het overleeft. Hmm. En bovendien in een enigszins passabele vorm. Wat vind je van al die, er zijn dus nu allemaal mensen die zeggen van wat hun ervaring was met of is met Peter R. de Vries. Heb jij hem ooit ontmoet? Nee, ik heb Peter R. de Vries nooit ontmoet, nee. Ik heb wel eens gezamenlijk in een studio gezeten. Maar ik durf niets te zeggen over of ik hem aardig zou vinden of niet aardig zou vinden. Nee. Ik had bewondering voor een aantal dingen die hij gedaan heeft, in het bijzonder natuurlijk... Waar het recht in Nederland ernstig ontspoord was, waar geen flikker aan gedaan werd. En dat zijn zaken die hij boven tafel heeft gebracht. En waar hij heeft gezorgd voor een gunstige wending. Ik vond dat fantastisch goed. Daar waar dwalingen van het recht zich afspelen, dienen die zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gecorrigeerd te worden. Dat vond ik prima. Ik vond in de tijd zijn politieke ambities wel enigszins lachwekkend, moet ik zeggen. Het is een klassiek voorbeeld van schoenmaker blijft bij je leest. Want die deed hij fantastisch goed. Maar die politiek en dat hij ook die, hè, wat ging toch stellingen aan een deurtimmer op het binnenhof en zo. En toen mocht hij daar niet timmeren omdat die deur net geverfd. Nou ja, het was allemaal, had het een enigszins hilarisch karakter. En nou ja, je zag wel dat hij voor de politiek niet zo geschikt is. Voetbal ook, hè? Voetbalmakelaar is hij volgens mij ook nog steeds. Samen met zijn zoon. Ja, van voetballen heb ik geen enkel verstand. En van de voetbalmakelarij heb ik al alleen maar begrepen dat je ten koste van tal van mensen enorme hoeveelheden geld kunt verdienen. Hmm. Maar wat je zegt, de koning herhaalde het ook, hè? Die zei ook, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb bewondering inderdaad voordat hij de ja. Ja, namelijk precies die dwalingen van het recht. Dat zijn hele ernstige zaken die in een aantal gevallen gewoon onder tafel gewerkt waren of met de mantel der liefde bedekt waren. En daar heeft hij een eind aan gemaakt. En, nou, denk aan die zaak die van die Verstappen, van dat jongetje wat vermoord is een miljoen jaar geleden. Dat is uiterst verdienstelijk. En die ouders lopen met hem weg? Ja, en hij was nu dus de contactpersoon of de helper, of weet ik hoe dat precies heet, van die kroongetuigen van die Nabil B. Of dat is die Nabil B. is de kroongetuige, sorry. En dat leek mij ook heel nuttig werk. Ja, en Tanja Groen, heeft hij dat... Ja, zeer bezwaarlijk is dat het kennelijk dat er een wereld is, een onderwereld in Amsterdam, of waar dan ook, die Italiaanse maffiapraktijken toepast en zorgt voor executies in de publieke ruimte. Dat is natuurlijk heel treurig. En nu was er natuurlijk al, ik meen naar aanleiding van dat doodschieten van die advocaat Wiersum, was vorig jaar natuurlijk al, zou er een taskforce gevormd worden door het ministerie, door Grapperhaus. En ik begreep bij de krantenberichten dat er eigenlijk niets van terecht was gekomen. Het was niet populair bij de politie, deze special task force. En veel van het daarvoor apart gezette geld was weggelekt in het ministerie. Kortom, ja, weer zo'n hopeloze situatie waar blijkt dat het beheer van de Nederlandse overheid vaak volstrekt prutswerk is. Dus deze task force heeft tot op heden niets van enige betekenis verricht. Nee. Een veelkoppig monster, zei Grapperhaus, is het. Die onderwereld en alles wat erbij. Ja, dat geloof ik graag. Dus dan is het des te meer zaak dat die taskforce dat die iets nuttigs gaat doen. Of dat die uitgebreid wordt of meer geld krijgt. Of weet ik wat je er precies mee wil doen. Er zijn jongens die deen zijn eigen voor terug, hè? Die, ja. Nee, kennelijk. Dat is het. En die moet ik heel erg oppassen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat criminelen in Nederland al jaren en jaren elkaar doodschieten natuurlijk. Maar dit is een hele andere kwestie. Dit is iemand die neergeschoten is. Dat is een publieke figuur van enige bekendheid. Die hele nuttige dingen heeft gedaan, zeg maar als journalist. Dat was zijn kerntaak natuurlijk. Namelijk dat hij misdaadjournalist was. En daar heeft hij ongelooflijk nuttig werk verricht. Dan is het vrij droevig dat zo'n man neergeschoten wordt op straat. Hmm. En dat gold voor Wiersum ook. Ja, dat was natuurlijk minstens even treurig, want die man die deed die verdediging, niet waar, die simpelweg geëxecuteerd. Dus laten we ook hopen dat dat Marengo-proces, wat natuurlijk nu al loopt, niet waar, dat tot een goed en positief resultaat zal leiden, in de zin dat al die lui blijvend worden opgesloten. Ja, ja.
Wat je nu veel hoort is, ik heb dat ook al een keer gezien in een studio als John van de Heuvel kwam. Ja, dan kwam eerst een half uur kwam de beveiliging alles checken en kijken of er niet ergens bommen of nou, noem het maar op. Ik weet niet wat ze op controleerden. En nou ja, ze zeggen er natuurlijk uiteraard begrijpelijkerwijs niet zoveel over. Maar bij de Vries, ja, die schijnt te hebben gezegd, dat hoeft voor mij allemaal niet. Nee, die wou geen bewaking. Nee. Net als Theo van Gogh, die wou ook geen bewaking. En ik denk toch dat je dan, ja, dat je klaarblijkelijk het risico toch niet onderkent. En als die het risico wel heeft onderkend, dan is natuurlijk ook de vraag die je dan moet stellen, in hoeverre kun je effectief bewaakt worden? Hmm. En wie gaat dat doen en wie gaat dat betalen? Bewaking is een lastig probleem natuurlijk. Ja. Ja. Hij zei, ik wil in alle vrijheid mijn werk kunnen doen en als ik bewaakt word, word ik ja, dus hij heeft kennelijk wel bewust dat risico genomen. Net zo goed als Theo van Gogh. Ja, die dacht ik, dat gaat niet gebeuren, want waarom zou ik? Ja, ik ben toch een beetje de dorpsgek, zei hij altijd. Ja. Waarom zou dat mij overkomen? Maar het is hem wel overkomen. Ik vind het wel leuk om dit fragment even te laten horen, Maarten, waarin jij het hebt over Theo van Gogh. Je bent een gast in een talkshow met Eva Jinek en Katja Schuurman. Of een talkshow van Eva Jinek. En Katja Schuurman is een van de andere gasten. En daarin vertel je wat je eigenlijk zo waardeert aan Theo van Gogh. Wanneer mis je hem het meest, Maarten? Geen idee. Zulke dingen werken heel anders. Het is niet zo dat je ineens denkt, oeh, ik mis Theo. Maar er zijn allerlei situaties waarin je denkt aan Theo. Of dat je plotseling in herinnering hebt aan iets wat je samen met Theo hebt gedaan. En wanneer was dat voor het laatst bij jou? Soms is het onverwacht bij natuurlijk. Bij tal van televisieprogramma's waarvan ik denk dat hadden wij samen leuker kunnen doen dan wat ik nu te zien krijg. Dan, dat zijn momenten dat je vaak aan het denkt. Ja, dan denk ik, zou iets. Theo had een bepaalde stijl van televisie maken. En dat kwam eigenlijk. Ten eerste was hij een heel empathische interviewer. En we hebben het daar vaak over gehad. En wij vonden dat televisie veel losser en spontaner zou moeten worden gemaakt dan in het algemeen gebeurt. Met eindeloze voorgesprekken en alles moet opgepoetst. En je kunt geen scheetje laten wat niet gepland is. Zou voel ik je zeggen. Vrij, zou ik zeggen. Ja, en daar denk ik wel. Daar hadden ze misschien. Daar zou Theo eigenlijk nog een aardige erfenis kunnen nalaten als mensen in die richting zich zouden kunnen ontwikkelen. Ja. Jij kent hem best wel goed, hè, Van Gogh? Ja, ik ken hem heel redelijk, ja. Ja, want hij zei toch altijd van, woon je nog steeds in dat Utrecht? Ja, altijd als hij telefoneerde. Nam hij telefoon op en zijn eerste vraag was altijd, woon je nou nog in Utrecht? Ja. Want als je in Utrecht woonde, echt naar zijn idee, alleen volstrekte randebielen. Ja, dat bedoel ik, direct buiten de gemeentegrens van Amsterdam begon in Nederland toch de dorpsgekte. Dat was zijn vaste overtuiging. Ja, ja. Is dat, als je dat nou, als je nou kijkt, hè, van Gogh, Fortuyn. Fortuyn, Van Gogh en Wiersum, die advocaat, en nu dus Peter R. de Vries. Dat zijn hele treurige gebeurtenissen. Ja. Die natuurlijk, ja, waar de overheid wat misschien toch effectiever tegen zou moeten optreden. Of dat ook mogelijk is, dat laat ik buiten beschouwing, dat durf ik niet zo te zeggen. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Hmm. Niet waar de Italiaanse staat voert al sinds Sint-Jutemus, niet waar. Een deels niet erg effectieve oorlog tegen de maffia. Ja, kijk, NRC wordt bezorgd nu. Ja, die is redelijk vroeg, dat is wel mooi. Want die wordt tegenwoordig vrij regelmatig bezorgd. Er zijn tijden geweest dat je echt dacht van, ik stop ermee, want dit is wel zo'n chaos. Zo'n beetje net als met alle Engelse tijdschriften waar ik op geabonneerd was. Ja, ze staakten daar altijd en dan kreeg je dat ding tijdlang niet. En dan weet je, abonnement kreeg wel een extra tijdje, maar het was toch wel vrij frustrerend. Ten slotte zijn ook veel van die Engelse tijdschriften, voor zover ze veel Europese abonnees hebben, die werden gewoon hier in Europa gedrukt. Ik denk in het bijzonder aan Economist, die ik iedereen van harte kan aanbevelen. Ook onze rechtse luisteraars kunnen in allerlei opzichten ook genieten van de Economist. Oké, dus als Thierry luistert, dan is dat een. Nou, voor Thierry is het niet geschikt. Ik bedoel, dat is zo'n compleet waarhoofd. Ik weet niet wat voor werk ik aan Thierry zou moeten aanbevelen. Ik zal eens even zoeken naar een tijdschrift wat uniek is door zijn waarhoofdigheid. Of misschien een roman die alleen geschikt is voor gekken. Dat zou misschien een leuke oplossing zijn. Heb je al een idee? Daar heb ik altijd aan boekentips gevraagd. Schiet je al iets te binnen? Boekentips. Voor Baudet, of wat die dan. Oh, nee, ik weet nog niks. Ik moet even denken aan boeken voor gekken. Dat is een heel aparte afdeling natuurlijk. Hè? Ja.
Hij heeft nu ook een snorretje. Ja, dat vertelde iemand mij. Ja, ik weet niet. Je denkt toch bij snorren, denk je Stalin aan de snor, Hitler aan de snor. Dus ja, ik weet niet. Erdogan heeft volgens mij ook een snor, als ik me niet vreselijk vergis. Klopt, maar dit is een typische snor. Dit is Pablo Escobar. Die had ook zo'n snor. Oh, die heb ik niet direct voor de geest, Escobar. Ja, kijk, want Erdogan heeft redelijk zijn snor toch wel redelijk nog getrimd. En dit is toch wel, een beetje een soort van borstelachtige snor. Ja, de kunst van Baudet is dat een totaal waar hoofd die geëxcelleerd heeft in de meest fantastische leugens, die meerdere malen zijn eigen partij in feite enorme schade heeft toegebracht, dat die zijn snor laat staan en dat wij er dan over praten. Ja, dat is eigenlijk volkomen idioot natuurlijk. Ja, ik denk dat hij ook weer, dat wil hij graag. Ja, ik wens hem alle sterkte met haargroei, waar dan ook, maar op zijn ongetwijfeld erg verwarde lichaam. Maar ik vind niet dat we het daarover moeten hebben. Je had hem in de Panorama, besprak je hem nog, hè? Nou, ik heb daar gezegd dat mensen die op die partij stemmen, dus op Thierry Baudet, dat die nogal vrij stom zijn. En het lijkt me dat er heel nuttig en verstandig bewijs is voor het feit dat ze vrij stom zijn. Want je stemt op een partij die zijn hoofddoelstellingen nimmer zal realiseren, want die zijn volkomen irreëel. Dat geldt natuurlijk voor feitelijk al onze populistische partijen. Dat ze gewoon geen reële doelstellingen hebben, zodat ze voortdurend geparkeerd, ze staan geparkeerd naast de politiek. En niemand gaat natuurlijk met ze samenwerken omdat ze niet goed stink zijn. Ja, als je zegt we willen uit de EU en terug naar de gulden, ja, dat is van een zo infantiele domheid dat ik daar verder heel weinig over kan zeggen. Nou ja, we denken aan het A4'tje van Geert. Zo hebben we meer van dit soort van zaken. We zullen het straks hebben over Pim Fortuyn. Ik bedoel, dat populisme, dat wat natuurlijk al een jaar of 20 woekert in de Nederlandse politiek. Als we even niet denken aan Boer Koekoek, dan in die zin wel wat ouder. Ja, dan moet je zeggen, die hebben niets van enige betekenis bereikt. En het komt omdat ze, nogmaals, het zijn outsiders met standpunten die in een land als Nederland niet realiseerbaar zijn. Ja. En als we eigenlijk nog voor over de virusontkenning en al dat soort van dingen, ja, dat is zo idioot. Ik bedoel, daar ben je zo ver van het pad af. Dat ik geneigd ben om te zeggen, ga eens praten met een geestelijke begeleider of zo. Want dan ben je gewoon gek. Het gekke is dat aan gekken in Nederland wel degelijk ook het woord gegeven wordt. Denk aan zo'n Willem Engel. Volstrekt half rare. Ja. Maar ik vind dat heel bezwaarlijk ook dat die mensen dus aan het woord komen. En dat die vrij ruime aandacht krijgen. Hoe zou je daarmee om moeten gaan wat jou betreft? Doodzwijgen. Dat is het enige wat erop zit. Ik was ook erg voor rondleidingen voor de betrokkenen op de diverse IC-afdelingen. Maar ik denk dat de IC-staf ook niet staat te trappelen om Willem Engel en Thierry Baudet rond te leiden. Die daar bovendien waarschijnlijk dan weer geen mondmasker zouden willen dragen. En daarmee dan weer aandacht krijgen. Ook dat is natuurlijk een probleem met dit type van personen. Kraam je maar voldoende waanzin uit, dan krijg je in principe in Nederland altijd wel ergens het woord. Dat is ook het wonderlijke van. Dat we nu een omroep krijgen, ongehoord Nederland. En de meeste van deze kletsmajoors die zijn regelmatig aan het woord geweest in de afgelopen jaren. Dat is een wonderlijke zaak. Ik ben ook sowieso, laten we in godsnaam stoppen met dat creëren van alsmaar nieuwe mini-omroepjes. Die grotendeels bestaan uit querulanten en halve garen. We hebben ruim voldoende omroepen die de kans geven aan querulanten en halve garen om het woord te voeren. Daar hoeft niet een apart omroepje bij. Hè? Wat heeft dat poont opgeleverd? Geen zak. 0,0 fantasieloos clubje, waarvan de directeuren zich dik hebben laten betalen, begrijp ik. Wat hebben we nog meer? Wakker Nederland? Nou, neem me niet kwalijk. Dat is een enorm slap aftreksel van wat een omroep zou kunnen zijn. Ik vind ook die wat je dan op de tv nog wel eens ziet, dat programma op zondag, dat is toch ook van een hopeloos soort van oninteressante braafheid. Het Rick Niemann. Ja. Dat is een alleraardigste man, maar niet bepaald een scherpe talkshow host, laat ik het zo zeggen. Hans Wiegel zit daar iedere keer. Ja, nou ja, dat geeft al te denken natuurlijk. Ja, maar zij vinden dat geluid... Hans Wiegel is een hele rationele man, een zeer rechtse VVD'er, laten we het zo zeggen. En daarvan heeft hij, dat kan hij ook redelijk verdedigen. Ik vind wel dat hij soms een
naar mijn gevoel, wat verschreven politieke schaats heeft gereden. Met name door in overleg te gaan met Pim Fortuyn. En ik meen dat toen de suggestie was dat als er een kabinet zou komen, Pim had zich natuurlijk al rijk gerekend met een geweldige overwinning, dan zou Wiegel daar een rol in spelen. Wiegel heeft ook in de tijd, dacht ik, de kant van Rita Verdonk, waar we het ook nog over moeten hebben, gekozen. Voor mij, ook als ik ben een soort van sociale liberaal. Je kunt ook zeggen linkse sociaaldemocraat, zijn dat standpunten waar je denkt, nou, de VVD lijkt mij voor ruim voldoende rechts. En die moet het bepaald niet zoeken bij mensen als Pim Fortuyn en Rita Verdonk. Baudet is ook bij hem langs gegaan, hè, bij Wiegel. Nou ja, die heeft ongetwijfeld een heerlijke sigaar gerookt. Ja, en heeft hem wat advies gegeven, heb ik begrepen eerder. Daarover allemaal dingetjes. Maar eigenlijk zou je dan ook Baudet moeten stilzwijgen. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, in het panorama praat ik niet over Baudet. En ook hier moeten we het dan niet over hem hebben. Nee, dat zouden we niet moeten doen. We hebben het nu trouwens over een hele reeks van halve garen gehad in de Nederlandse politiek die daar betrekkelijk rijk aan is. Maar die meneer van de Panorama vroeg mij wat ik daarvan vond. Dus toen heb ik dat gezegd. Dat ik mensen die op die partij stemmen, dat ik die rijkelijk stomzinnig vind. Ja. Nogmaals, daar is goed bewijs voor. Als je invloed wil hebben, als je je stem daadwerkelijk wil gebruiken, dan moet je niet op die partij stemmen. Dan moet je sowieso niet op dat type van partijen stemmen. Wat verder opvalt nu in de actualiteit, heb eigenlijk vorige week een aanzet, hebben we er al toegegeven, is het aantal besmettingen dat weer oploopt. Ja, dat verbaast natuurlijk geen normaal denkend mens. En niet waar, aangezien de jeugd volledig losgegaan is. We hebben dat gezien in die dancing, of wat was het, discotheek waar Enschede. Waar 800 man samengepakt waren in een halletje van niks. En ja, daar zijn dus bijna 200 besmettingen uit voortgekomen. Wat mij bepaalt niet gezien de gebeurtenissen daar. En de, niet waar, zingen en schreeuwen en dansen en zuipen. Naar het hele bekende patroon van jeugdig gedrag. Ja, daar moet je niet gek van opkijken dat dat deze gevolgen heeft. Daar zie je over staan hoe nuttig eigenlijk die maatregelen waren om dit type van gebeurtenissen te vermijden. Ja, nu is het kabinet natuurlijk een lichte paniek geraakt. Wat nu? Want nu begrijp ik dat Nederland rood dreigt te kleuren en dan mogen we dus niet naar het buitenland. Daar zal ik niet voor wakker liggen, want ik heb gewoon mijn vakantie op Texel al lang geboekt. Maar ja, dan mogen al die mensen die absoluut dringend naar Ibiza willen om daar besmet te worden, die zitten dan wel even met een probleem natuurlijk. En de clubs zouden ook weer dicht moeten. Dat is wat nu op dit moment. Ik begreep dat sommige clubs, ik weet niet waar ik het zag, nou, ik kijk altijd naar teletext, prima medium overigens. Er zitten nog wel wat spelfoutjes in, maar alleen toch een prima medium. Dat sommige clubs zichzelf al hebben gesloten. En ja, eigenlijk het risico te groot vinden dat dit soort van, kijk, die mensen staan allemaal dicht op elkaar gepakt in een kleine ruimte. Die zingen, dansen, schreeuwen en zuipen. Ja, dat moet je niet gek opkijken als deze dingen zich voordoen. Waar zij natuurlijk vooral naar kijken is naar ziekenhuisopnames en IC-opnames. En die waren niet sterk toegenomen. En dat hangt natuurlijk samen met de vaccinatie. Of je zegt met Willem Engel en Thierry Baudet, het is helemaal niets aan de hand. Die COVID er bestaat helemaal niet, dat is onzin. Het enige wat je krijgt is dat je arm magnetisch wordt. Was het ook alweer? Omdat er een chip van Bill Gates ingespoten wordt. Ja, door de vaccins, dat hebben ze geroepen. Ja, dat is allemaal vrij komisch. Kijk, als het niet zo gevaarlijk was in de zin dat deze mensen ervoor zorgen dat een deel van Nederland niet gevaccineerd wordt, dan is het natuurlijk hilarische onzin. Het is een soort kermispolitiek. Ik weet niet hoe je het precies zou moeten beschrijven. Ja, had jij eigenlijk last na je vaccinaties? Had je 0,0 last. Helemaal niets? Ik heb wel even hoofdpijn na de eerste spuit. Nee, ik helemaal niks. Maar mijn vrouw heeft zeker van de tweede Pfizer prik fors last gehad. Gek hè, dat er mee. We hebben toen onze reis naar Texel even uitgesteld. Ja. Maar ik niet. Die prik stelt ook niks voor. Ja, ik zeg het maar even voor mensen die misschien luisteren en nog niet geprikt zijn. En denken, oeh, een prik, wat erg. Maar je moet gewoon de andere kant op kijken. En dan voordat je pap gezegd hebt, is het gebeurd. Nee, dat is ook zo. Dat ben ik met je eens. Maar daarna, dus hoe je je voelt, is het bij iedereen net wat anders. Ja, zeker. En je kunt argumenteren, maar ik ben natuurlijk helemaal niet medisch geschoold. Dat als je lichaam vrij sterk reageert op de tweede prik, betekent dat, zou je kunnen redeneren dat het immuunsysteem door de eerste prik
behoorlijk geactiveerd is. Terwijl kennelijk ik zo'n lui immuunsysteem heb dat het nog de eerste, nog de tweede keer van zich heeft laten horen. 0,0. En wat wil dat zeggen? Nou, dat mijn immuunsysteem misschien niet zo geweldig geactiveerd is. Ik begrijp ook dat vrouwen vaak wat meer last hebben dan mannen. En vrouwen hebben een veel effectiever immuunsysteem dan mannen. We hebben het er al eerder over gehad. Bij dit soort van pandemieën sterft 70% van de doden zijn mannen. 30% zijn vrouwen. Hmm. Heb ik nog verteld dat in de hongerwinter idem dito. Een volkomen ander probleem, namelijk gebrek aan voedsel enzovoort. 70% doden zijn mannen. 30% doden zijn vrouwen. Ja, ja. Nee, de vrouwen zijn zoals bekend het sterke geslacht, niet mannen. Hmm. In Amerika en Canada, ik weet niet of je op het nieuws over de temperaturen daar hebt gehoord. Ja, dat is een zogenaamde hittebel, begreep ik. En door luchtlagen die blokkeren eigenlijk het opstijgen van de warme lucht. En dan worden fantastische temperaturen bereikt. Die ook vooral voor veel ouderen die toch al last hebben, levensgevaarlijk zijn. Ja, en deskundigen zeggen we kunnen dit niet loszien van de klimaatverandering. Dit heeft er zo ja, dat zeggen ze natuurlijk bij alles wat tegenwoordig staat. In de jaren 50 en 60 zeiden ze bij alles. Als het raar, bijvoorbeeld 2 weken keihard had geregend. Wat u wil zeggen, nog in 30 jaar niet was voorgekomen. Dat komt door de atoomproeven. Ik denk dat je wat betreft, er is klimaatopwarming. Maar dat wil niet zeggen dat allerlei extreme vormen van, laten we zeggen, weer. Die kunnen heel lokaal en tijdelijk bepaald zijn. Maar er is een je moet klimaatopwarming zien over de lange termijn. Niet dat je zegt, nou het was vorige week zo gek weer. Maar moet er klimaatopwarming zijn? Dat is heel lastig te bewijzen bovendien. Die lange termijn ontwikkelingen die zijn goed te bewijzen en goed waar te nemen. En daar stijgt die temperatuur wel degelijk. Mm. Maar denk ook aan natuurlijk het hoeveelheid ijs die afneemt in de wereld op deze planeet. Ja. Ik sprak iemand van het waterbeschermingsprogramma en die zegt van ja, in Nederland moeten we ons toch voorbereiden op dat het water gaat stijgen. Hij heeft wel op de lange termijn. En dat een deel van het land niet meer bruikbaar is. Dus we zullen in de zee zullen we eilanden moeten gaan opspuiten. Nou, dat weet ik niet. Er zijn allerlei leuke scenario's denkbaar. Het hangt een beetje af van de tijdschaal waarop je wil denken. Maar natuurlijk, grote delen van Nederland zijn eigenlijk nooit erg bruikbaar geweest. We hebben ze bruikbaar gemaakt door ze droog te pompen. En dat droogpompen heeft heel verstrekkende effecten gehad door de inklink van de bodem. Die is toch ook 1 meter per eeuw of zo. Dat is echt fors. Dan geloof ik dat Jakarta 4 meter gezakt is de afgelopen 30 jaar. Dat is dan weer een heel ander probleem. Maar dat is de net. Wij moeten in ieder geval ophouden met het land voortdurend droog te pompen. Want anders houdt die inklink niet op. En die inkling zorgt ervoor dat de bodem daalt. Ook ten opzichte van het waterniveau. Ja, maar ja, wij doen dat vanwege de landbouw. Dat is een van die vele vrij omvangrijke effecten van de landbouw. Die we toch een beetje genegeerd hebben in de afgelopen tijd. Maar allerlei instanties die zich erover gebogen hebben. Die zeggen je moet ophouden met het droogmalen van Nederland. Nederland is een nat land, dus misschien moeten we naar een veel natter soort van situatie. Denk aan de stad als Gouda, die zakt langzaam weg in het veen. Nou, nieuw Gouda, nieuw bouw is tegenwoordig behoorlijk gefundeerd, maar met vooral de oude stad is ouderwets gefundeerd. Nou ja, dat zakt gewoon weg. Hoe zie jij de toekomst dan op de langere termijn? Dat hangt echt vanaf van die zeespiegelstijging. Kijk, ik heb dat nog eens besproken met een of andere hoge Piet van Waterstaat, Rijkswaterstaat. En die zei, nou ja, die voorspelling liep zo op dat 60% stijging of 60 centimeter stijging in de loop van deze eeuw. Nou, zei hij, dat kunnen we heel makkelijk aan. We kunnen ook springvloeden aan en dan komt het een heel stuk hoger dan die 60 centimeter. Al zou je kunnen redeneren, dan komt de springvloed ook hoger dan die 60 centimeter hoger. Ja, dat is op den duur een probleem. Nou, ten eerste kun je de bestaande zeeweringen die kun je versterken en effectiever maken. En dan kun je eventueel wat zand opspuiten langs onze kust. Dat is ook een scenario, dat is relatief goedkoop. Dat doen ze nu al, hè? Ja, dat precies. Op Texel wordt dat met enige regelmaat wordt daar zand opgespoten voor de kust. In Zeeland ook? Ja, nou kijk, dus dat schijnt vrij effectief te zijn. Ja, hoe dat er over 250 jaar uitziet, dat weet ik niet. Maar met een dergelijk soort van lange termijn, niet waar, kun je natuurlijk wonderen verrichten. Ja, tel even 250 jaar terug nu.
Dus dan zitten we in 18, 20, min 50. Dan zit je dus in 1770, zeg, dat is even wat. Als je denkt dat China niet waar een volkomen achterlijk ontwikkelingsland, geterroriseerd door zijn eigen politici, dat het in 40 jaar de waarschijnlijk grootste economie ter wereld is geworden, dan kun je zien waartoe we in principe in staat zijn. Ja, misschien moeten we gewoon op de goede termijn de Amsterdamse binnenstad afbreken en op een andere plek herbouwen, wie zal het zeggen. Of het leukste stukje ervan of zo. Ja, god, niks is voor de eeuwigheid. Dus ik zie dat op zichzelf. Het grootste probleem van de mensheid is natuurlijk dat we op moeten houden met groeien. Als je natuurlijk denkt dat de 20e eeuw begon met een mensheid die onder de 2 miljard zielen zat. En dat we nu dik op weg zijn naar de, uiteindelijk ergens halverwege deze eeuw, naar de 9 of de 10 miljard. Overigens ook de toename neemt af, maar het is nog wel steeds een toename. Ja, dat is niet verstandig. We zijn voor de planeet wel wat te veel mensen. Dat we zeggen, als die mensen het soort leven willen leiden wat wij willen leiden, of wat wij leiden. Hè? Dus dat we allemaal een autootje willen en ruim willen wonen en nou ja, van alles en nog wat. En allerlei spullen hebben die we aan met een lopende band weer weggooien als we er genoeg van hebben. Ja, dat kan ook allemaal beter georganiseerd worden. Daar ben ik. Ja, en de planeet kan een stuk warmer worden. Dat zou kunnen. En dat heeft ongetwijfeld effect. Het gekke vind ik altijd dat het volgens de waarschuwers alleen maar negatieve effecten hebben. En volgens mij zijn er enorm weinig dingen die alleen maar negatieve effecten hebben. Dus misschien heeft het daar ook wel ergens wat positieve effecten. Ja. Of misschien is het een hele nuttige waarschuwing aan ons om de industriële samenleving anders in te richten dan we tot op heden hebben gedaan. En van wie komt die waarschuwing? Gewoon van de aarde? Ja, dat geeft problemen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook vrij wonderlijk dat we willen dat het bestaande klimaat zoals dat dan nu is, dat zo blijft als het is. Maar dat is in de geschiedenis van de planeet nooit zo geweest. Er zijn periodes geweest dat de planeet veel warmer was. Een lange, lange periode geweest dat er überhaupt nergens ijs was. Dat er gezellige palmbomen groeiden op de Noordpool, zal ik maar zeggen. En dat zijn periodes dat de planeet is afgekoeld. Denk aan de ijstijden. Die hebben een hoge periodiciteit. Dus als je een ijstijd hebt gehad, kun je redelijk uitrekenen wanneer de volgende komt. Dus ja, over, wat zal het zijn, 30, 40, 50.000 jaar komt er weer een ijstijd. Misschien ook wel niet, omdat we de tent zo opgestookt hebben dat die niet doorgaat. Maar dat zou mij toch eerlijk gezegd verbazen. Mm. Zijn we dan met zelfvernietiging bezig, ook met die bevolking? Nou, dat moeten we nou even afwachten. Tot op heden is het zo dat we het zo georganiseerd hebben dat meer mensen een redelijk leven hebben op de planeet dan in het verleden. Het is niet allemaal zoals in Nederland en Denemarken, maar dat weten we ook wel. Dat er kan wel iets aan gedaan worden. Je ziet in China dat je een bevolking van honderden miljoenen mensen in een relatief hoog tempo naar een redelijk niveau van welvaart kunt brengen. Ja. Of ik het nou fijn zou vinden om een van die torens in Wuhan te bewonen, dat weet ik niet. Maar oké, voor hen was het een enorme verbetering. Ja. Hebben we nog iets qua actualiteit waarvan je zegt dat moeten we nog eventjes bespreken, aanstippen? Niet, was er nog iets in de actualiteit? Nee, het begint natuurlijk we beginnen aan de zomer te beginnen. We beginnen met de zomer. En je weet dat in de zomer is altijd minder actualiteit, behalve natuurlijk de sport. En de slimste? Ja, de slimste begint de 12e. 12 juli, dus dat is. Dus dat is aanstaande maandag, als ik goed geteld heb. En dan gaat dat hoe lang door? Ik denk tot de laatste dag van augustus of zo. Oh, dat is wel. Of in ieder geval de week waarin nog een augustusdag valt. Dat zoiets. Ik weet niet precies. We hebben er geen 30, maar 35 gemaakt. Dus kennelijk loopt het 5 dagen langer door dan normaal. Dat heb je wel snel gedaan. Dat is gedaan in 11,5 dag. Dus er worden er 3 per dag gemaakt. Ja, dat vind ik wel snel. Dat is een behoorlijk tempo wat er dan in zit. Ja, we zijn ook vrij efficiënt. Ik ben één keer bij de opnames in België geweest. Nou, als bij ons elke opname zo lang zou duren, dan zouden we ongeveer 2 keer zoveel tijd voor nodig hebben. Nee, wij werken relatief efficiënt. Hoe doen ze dat daar dan? Nou ja, dan gaat alles voortdurend mis. Dus ik had een volledig houten reet gekregen, omdat ik al die tijd op die stomme tribune heb gezeten. Die ontzettend vlotte presentator daar. Ik heb zelden iemand zo ongelooflijk veel fouten gezien maken als die man. En er moet voortdurend zo langdurig gelachen worden. Daar gaat ook tijd in zitten natuurlijk. Die cabaretiers zitten daar in die. Ja,
Ja, ze hebben ook 2 juryleden, dus dat kost ook 2 keer zoveel tijd. Die moeten 2 keer zoveel gezen zijn. Als, nou ja, enzovoort. Ik was er niet van onder de indruk. Maar hier wordt ook in Nederland wordt best veel geknipt, toch? In de oorspronkelijke... Enorm, enorm. Zo'n opname duurt toch al gauw 1,5 uur. Dat is ook... Want je moet voor de finale moet een iets ander arrangementje worden gemaakt. En er gaan kleinigheden mis. En sommige dingen moeten over. En er moeten promo's ingesproken worden enzovoort. Maar ik denk van de effectieve opnametijd. Daar gaat ook zeker 10, 20 minuten gaan het dan nog weer uit. Terwijl het misschien best heel leuk materiaal is. Ja, ontzettend. Vooral omdat ik veel aan het woord ben. Juist in die tijd. Hè. Dus jij wordt uitgeknipt? Ik word uitgeknipt. Ze zeggen ik nooit... heb het wel eens uitgelegd. Kijk, ik ben een voorstander van enorm stomme kandidaten. Waardoor de finale hartstikke kort is. Als je een kandidaat die met 30 seconden in de finale komt. Nou, dat is handje klap. Dat is in no time is dat gebeurd. In minder dan een minuut, bij wijze van spreken. En dan, veel van mijn pareltjes blijven dan gehandhaafd in de montage. Maar als je natuurlijk met 2 mensen met 300 seconden in de finale komen. Dat gaat lang duren. Dat gaat ten koste van mijn enorme, fantastische inzichten. Ja, er is nooit iemand die zegt, ja, maar je moet wel het iets korter doen, want dit is veel te lang. Ja, dat zeggen ze regelmatig, ja. Dat is ook een van de grote charmes van de podcast, die kunnen aan me doorlullen. Ja, dat is niemand te zeggen, geen regels. Wat mij betreft doen we gewoon 3 uur achter elkaar podcast, vind ik ook goed. Ja. Ja, ik heb nu een flesje water, dus het kan altijd, maar ik denk dat ze dan toch wel uitstappen, de luisteraars. Nou, dan zetten ze hem stop en dan gaan ze, als ze weer zin hebben, gaan ze weer doorluisteren. Nou ja, ik gun het ze graag. Ik las ook ergens dat Bert Visser die had gezegd... Ja, ik was tussendoor was ik wel een paar keer ingedut. Want, of ingekakt. Ik weet niet welk woord hij gebruikte. Maar dat, omdat het, hij moest natuurlijk wachten tussendoor. Tussen de opnames. Ja, dat zou wel. Want hij, ik weet niet, is die ook in de finale gekomen? Maar dat ben ik allemaal weer vergeten. Ja. Het is voor mij het handigste om alles te vergeten. Gewoon de meest recente opnames. Ja. Want dan verklap ik het ook niet aan iemand. Ja. Er was nog 1 ding waarvan ik dacht, oh, dat moet ik Maarten nog even vragen. Maar dat is mij nu ook eventjes ontschoten. Ah, dan moet het van het allergrootste gewicht geweest zijn. Ja. Ja, ik was trouwens van de week bij Hugo de Jonge. Dat was trouwens ook voor een podcast. En daar zei hij dus van dat hij wel door wilde als minister. Nou, dat verbaast me niks. Hij zei van, wat zei hij nou? Als de kerk of de staat je vraagt, ja, dan kun je niet weigeren. Nee, dat is bekend dat het eigenlijk een opgave is. Hè. Ja. Liever ging je natuurlijk de rest van je leven voor een bungalowtent op een bungalowpark, het tentenpark zitten kijken en een glaasje drinken en niks doen. Maar natuurlijk als de staat je roept en als God je roept, want ja, je weet dat die CDA's ook door God geroepen worden. Ja, daar kun je geen nee zeggen. Je doet het liever niet. Maar je moet het wel. Het is een dure, ja, een morele plicht. Ja. Maar hij ging voor de tent, ging hij even over nadenken, ook met zijn vrouw en zijn kinderen. Want kijk, hij heeft ook al een tent. Hè? Ja, daar ging hij op vakantie. Ik weet niet of hij van hemzelf is, maar hij ging in ieder geval, hij gaat kamperen. En het was toch, hij vertelde dus dat het was allemaal heftig, want hij kan schijnbaar ook niet daar in Den Haag zomaar de straat op lopen, want dan heeft hij allemaal gekken aan zijn broek hangen die allemaal vragen hebben over dit coronabeleid. Dus ook voor de kleinste stukjes moet met de auto. En ook zijn kinderen en zijn vrouw hadden er toch wel last van. Ja, dat ik geloof ik graag. Dat zal zeker het geval zijn. Ja, ja. Al vind ik zelf dat als je de kinderen of de vrouwen nu voor de jongen lastig valt, nou dat vind ik ronduit schandalig. Sterker nog, ik vind dat hij ook op straat niet lastig moet worden gevallen. Kort stukje uit die podcast misschien, waarin Hugo dit zegt. En naarmate de tijd verstrijkt, daar waar in het begin mensen nog heel erg begripvol zijn en heel erg van samen moeten we dit virus onder controle krijgen en heel erg ook van het elkaar helpen en instaan en inspringen voor elkaar. Ja, nam naarmate de tijd verstrijkt het ongenoegen natuurlijk toe. En de frustratie over de situatie. Ja, wil je meer horen van deze podcast? Kijk dan eventjes in het linkje dat ik heb geplaatst in de beschrijving bij deze podcast. Als je vindt dat hij het niet goed doet, dan moet je een politieke partij oprichten. Of je moet zorgen dat je in een van onze eindeloze talkshows het woord krijgt, zodat je kunt zeggen dat het niet deugt. Ja. He, dat is de plek waar je dat moet doen. Niet op straat, dat hoort niet. Ja. He, dat is ook tegenwoordig in de mode geraakt dat mensen, dus politici enzovoort, thuis bezocht worden. Ja. Nu word ik gebeld. Oh, dat wil ik even uitzetten. Zo. Ja, excuus. Ja, dus dat moet je niet doen. Laat staan zijn vrouw en kinderen. Dan ben je wel zo'n ongelooflijk misselijke zak als je dat doet. Ja, ja.
Volgens mij zijn we gebleven bij 1977 en de verkiezingen van dat jaar, klopt dat? Ja, daar hebben we volgens mij al het nodig over gezegd. Die zijn namelijk gewonnen door Joop den Uyl. Die had natuurlijk net het kabinet den Uyl achter de rug. Het kabinet was net nog gevallen voordat het volledig de periode had volgemaakt. Toen waren de verkiezingen en de Partij van de Arbeid en Joop den Uyl. Het was heel duidelijk dat dat gericht was op den Uyl. Die won 10 zetels. Waardoor de Partij van de Arbeid zich volledig verkeken heeft op de politieke, machtspolitieke situatie. Niet waar zichzelf rijk gerekend heeft. We hebben 10 zetels gewonnen, dus wij gaan gewoon door. Het kabinet den Uyl 2. Daar hebben ze nog jaren over doorgezeurd. Kabinet den Uyl 2. Dat zou ooit komen, nietwaar? Ver weg in de toekomst, aan de horizon, zou een kabinet in L2 komen. En toen bleek uiteindelijk dat ze niet een natuurlijke meerderheid in de Tweede Kamer hadden. En dat de VVD en het CDA, wat ondertussen onder leiding van Acht was gaan functioneren als één partij, dat die in feite, ik geloof, 76 zetels hadden, die 1 zetel, hè. Ja, daar had de PvdA niet mee gerekend. De PvdA had tijdens de formatie echt onzinnige eisen gesteld, die je gewoon niet hoort te stellen. Uit die arrogantie van, we hebben toch gewonnen. En nou ja, die hebben dus misgetast bij de formatie. Terecht naar mijn idee. En die zijn niet in het kabinet gekomen, waardoor ze nog jarenlang, niet waar, zaten te boederen en boos waren en... Of overwinning was ze ontstolen, helemaal niet. Ik bedoel, meerderheid is meerderheid in de Kamer. Hoe die tot stand komt, dat doet er niet zo verschrikkelijk veel toe. En ja, zij hebben het er zelf naar gemaakt. Het was de schuld van de partij zelf. En ik meen ook van die achterlijke partijraad. Ja, tenslotte hadden ze spijt en hadden het anders gemoeten. En het feit is natuurlijk dat de Nijl had moeten zeggen, flikker op met die achterlijke eisen. Hè. Ik wil een nieuw kabinet en daarmee uit. En ik ga niet van die rare eisen stellen aan mijn potentiële coalitiegenoten. Waarom deed hij dat dan wel? Nee, waarom deed hij het niet? Waarom heeft hij die? Hij is meegegaan met die eisen. Ja, hij heeft zelf ook waarschijnlijk gedacht. Dat is vanzelfsprekend dat er een kabinet in Nederland 2 komt. Ben ik niet beloond met 10 zetels winst? Maar dat was gewoon stom. Hartstikke stom was het. Toen had je die foto van Van Acht en Wiegel in zo'n Haags restaurant. Volgens mij heette het de Bistroket of zo. Ja. Dat heb je de vorige keer verteld, ja. Ook die naam alleen al. Het was ook zo'n tête-à-tête boven zo'n glaasje rode wijn. He, want je begrijpt, daar is Wiegel een meester in. Die heeft natuurlijk, Van Acht was voortdurend beledigd door Joop den Uyl. En nou, Van Wiegel begreep wel hoe hij dat aan moest pakken. Hoe hij van dat varkentje moest wassen uit de Heilige Landstichting. Dus kwam er een kabinet van Acht Wiegel. Een van de meest waardeloze kabinetten die we ooit gehad hebben. Want ja, dat was natuurlijk onder tromgeroffel. Werd dat van rechts ingehaald. En ze zouden dan het puin van het kabinet den Uyl gaan ruimen. He, want budgetair waren er wel allerlei problemen ontstaan in de loop van de jaren 70. Omdat het natuurlijk ook economisch minder goed ging. En ja, tenslotte na 4 jaar, als ik het me goed herinner, was de puinberg 2 keer zo groot geworden. Wat onder andere kwam, dat ze hadden aanvankelijk een hele strenge minister van Financiën, Frans Andriessen. En die is na 2 jaar, en als ik me allemaal goed herinner, is die afgetreden omdat hij vond dat het begrotingsbeleid niet streng genoeg was. Vandaar het groeien van de puinberg. En toen is hij opgevolgd door Van der Stee, een hele vrolijke Frans. Want ik begreep altijd dat hij al tegen 12 op het ministerie van Financiën een flesje champagne opentrok. We denken hierbij even aan de avonturen van Kaag in de derde wereld. En dan dronken ze een glaasje en namen het budgetbeleid niet al te serieus meer, met alle gevolgen van dien. Dus ja, dat is een heel weinig succesvol kabinet geweest. Het heeft 4 jaar gezeten, dat wel. Ondertussen werden de macro-economische problemen natuurlijk vanzelf groter. En toen hadden we weer verkiezingen en toen is er een kabinet van 8-2 gekomen. En daarin was, dat was weer met de Partij van de Arbeid. Dus de VVD was eruit gegaan, de Partij van de Arbeid was teruggekeerd. Ik geloof ook, D66 zat er ook in, bij mij weten. En den Uyl zou in dat kabinet superminister van Sociale Zaken worden. Maar het wrong vanaf het allereerste moment. En dat kabinet dat heeft een jaar geleefd en is toen rochelend gestorven. Ja, het rochelde eigenlijk al bij het begin, bij wijze van spreken. En eigenlijk had dat allemaal te maken met het feit dat op deze, we zitten nu in de late jaren 70 en de vroege jaren 80. Dat er bezig was een enorme ingrijpende beleidswijziging aan te komen.
En die beleidswijziging hield eigenlijk in grote trekken in. Den Uyl was de vertegenwoordiger van het oudere beleid. Het idee was dat, hè, dat ging natuurlijk economisch veel minder. Gouden jaren waren voorbij. Dat je dat aan op kon vullen met overheidsbeleid. Met sociale politiek, met hulp en steun. Dat de overheid daarbij een belangrijke stimulerende rol speelt. En het alternatief, wat tenslotte zou triomferen, daar zullen we het zo over hebben, was eigenlijk, nee, we moeten eerst die budgettaire problemen, die moeten gesaneerd worden. Dus er moet bezuinigd worden, we moeten ophouden met dat feest van het uitgeven. Dat die hele idee dat we dit met sociale politiek kunnen oplossen is verkeerd. We hadden natuurlijk, de inflatie moest afgeremd worden. Hè, want de jaren 70 waren jaren van aanhoudende, zeer hoge inflatie. Wat voor percentages gingen dan toen? Nou, ik denk dat we toen ook al een inflatiepercentage van 12-13% per jaar. Dus daar moest de rem op gezet worden. Hè. Dat is in Amerika ook gebeurd met Paul Volcker. Nu vinden we 2 al hoog. Ja, precies. Een beetje onzin. 2 is helemaal niet slecht. Een beetje inflatie. Kijk, het hele probleem met inflatie is, heb je helemaal geen inflatie. Dat is voor de economie niet goed. Die draait dan niet lekker op volle toeren. Een beetje olie bij, een beetje wonderolie moet erin. De krukkas draait dan goed. Maar het moet niet te hoog worden, dat is het. En inflatie kan ook wel uit de hand lopen. En dat was eigenlijk in de late jaren 60 en in de loop van de jaren 70 volledig uit de hand gelopen. De inflatie was ook geïnstitutionaliseerd geraakt. In de zin dat automatisch werden overal. Hè, je kreeg ook, er was wel 13% inflatie, maar je loon ging 13% omhoog. Je kunt dat voortdurend op die manier compenseren, maar daarmee wordt die inflatie uiteindelijk alleen maar erger. En dat was ook het geval. En overal is die inflatie afgeremd. En het interessante is dat wij sinds die tijd vrijwel geen serieuze inflatie meer hebben gekend. En als we nu piepen over 2%, dan zijn we een beetje kinderachtig. Want 2% kan absoluut geen kwaad. Dat moet mogelijk zijn. Een beetje wonderolie. Dat was het eigenlijk. Die beleidswisseling die kwam aan. Ook wel een beetje natuurlijk omdat dat er toch ook die neoliberale ideeën dat de overheid eigenlijk de economie in de weg zat. En dat het met die overheid wel wat minder kon. En dat die overheid misschien een beetje aan overreach, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen, deed. Dat speelde toen een rol. En zodoende is het kabinet van 8-2 is roemloos gestorven al. Na een paar maanden. En toen is er een tijdje een kabinet van 8-3 geweest. Een soort rompkabinet. Met van CDA en D66. En dat heeft Nederland geregeerd tot er weer opnieuw verkiezingen zijn gehouden. Na die verkiezingen komt het kabinet Lubbers 1. En met Lubbers 1 wint de nieuwe beleidsformule. Die wint. Misschien zelfs wel iets te veel, maar dat is weer een ander probleem natuurlijk. Omdat we nu al een jaar of 40 eigenlijk met dat soort van beleid zitten. En ondertussen ook wel de schaduwkanten daarvan hebben leren kennen. Maar Lubbers 1 die begint met een heel ander beleid. Dus die maakt zich ook bijvoorbeeld niet meer druk over de stijgende werkloosheid. De Nauw wilde natuurlijk als een typische sociaaldemocraat, die wilde ook die werkloosheid beperken, verkleinen. Eventueel oplossen wat eigenlijk nauwelijks mogelijk was. Want tegelijkertijd in deze jaren speelt een proces in het hele Westen, in sommige landen veel erger dan bij ons overigens, maar ook bij ons van deindustrialisatie. Dat was al begonnen in de late jaren 60. En dat was versneld opgetreden in de jaren 70 en ook in de jaren 80 gaat dat nog door. Waarbij eigenlijk traditionele industriële sectoren, vooral daar waar de kosten van arbeid een prominente rol speelden. Dus je kunt denken aan scheepswerven, textielindustrie, wat hebben we al niet gehad. Die verdwijnen, die vertrekken en die gaan naar landen waar veel minder hoge lonen worden betaald. Ik zou maar zeggen, de scheepsbouw, een interessant voorbeeld. Die migreert zo'n beetje de hele wereld rond op weg naar plekken waar je in principe de basisbouw zo goedkoop mogelijk kunt laten plaatsvinden. Wat je nog wel kunt doen is dat je een casco bouwt in Roemenië en dat vaar je dan naar Nederland en dan wordt het daardoor, lui die hartstikke handig zijn, voorzien van veiligheidsapparatuur, elektronica, alles wat je in zo'n schip zou kunnen gebruiken. Dat is in feite de strategie van Kommer-Damer geweest.
die daarmee groot geworden is. Maar goed, de scheepsbouw, die verdwijnt. Die verdwijnt met name naar Japan. Daar is hij ondertussen ook al lang weer vertrokken. Daarna is hij naar Zuid-Korea vertrokken. En nu begrijp ik, kijk, ja, investeringscycli in het bedrijfsleven is bij mijn weten een jaar of 25. En dan is de boel afgeschreven. Dan kun je vertrekken in principe. Dus als je denkt van, nou ja, ik ga hier geen grote winsten boeken, dan vertrek je. Moet je even onderzoeken hoe dat zit. Maar vaak zijn de landen waar je naartoe gaat, die zijn van harte heten die je welkom. Ja, zo is Zuid-Koreaanse economie groot geworden. Hè? Dus door dit type van industrieën over te nemen. En ondertussen moet er steeds voor zorgen dat je daar niet blijft steken. Dat is nu ook het probleem van China. Want tenslotte is een heleboel naar China vertrokken van dit soort van werkzaamheden. Maar je moet oppassen dat je niet blijft steken in die middenfase van de industrialisatie. En dat je ook wel niet waar high-tech industrie ontwikkelt waar werkelijk iets aan verdiend kan worden. En waar innovatie een essentiële rol speelt. Het mooiste voorbeeld in Nederland, ASML. Hè? Als je dus niet blijft innoveren, dan denk aan Intel. Maar goed, nou maakt Intel de chips en niet de machines. Maar Intel, wat toch de kampioenschip. Ik ben het volledig het verhaal. Ik ben allerlei zijwegen. Maar niet, dat is heel interessant. Maar goed, even Intel dan. Intel was natuurlijk Intel Inside. Hè. Iedereen heeft nog zo'n computertje staan. Met zo'n plakkertje erop. Intel Inside. Ja. En Intel heeft gewoon niet erg goed opgelet. En de nieuwste nanotechnologie. Daar waren ze wel aan de late kant mee. En nu is TSMC. Dat is een bedrijf op Taiwan. Dat is de belangrijkste en meest innovatieve chipproducent ter wereld. Die gebruikt overigens die machines van ASML. Die hebben heel intensieve samenwerkingsverbanden. Dat zijn grote dingen trouwens. Hè? Dat is niet iets wat je eventjes... Zo'n machine kost miljoenen. Ja. Hey, dat zijn goed. Ook ASML moet permanent doen aan technologische vernieuwing. Hey, dus die moeten weer een ander soort licht gebruiken van andere golflengtes en zo. Dat gaan we nou niet allemaal uitleggen, ten meer omdat ik het ook niet precies uit zou kunnen leggen. Dat komt er maar bij. Maar je ziet, hou je de boel niet bij in de top, dan denk aan Intel. De kampioen, altijd een voorbeeld. Dan moet je kijken, wat een geweldig bedrijf. En nu worstelen ze om, laten we zeggen, de beste in de eigen industrie weer bij te benen. Ja, naast business zit ook een politiek component. Want ASML zit ook een beetje tussen Amerika en China in, hè? Ja, dat we zeggen, China wil dolgraag natuurlijk die machines kopen, dat begrijp je wel. Zullen dan op de duur zullen ze die